De 7e editie van de Bouw- en Woonbeurs is gisteren van start gegaan in het Flamboyant Park. De organisatie ligt in handen van Stichting Welzorg onder leiding van Viraj Gangaram Pandey. Dit jaar zijn er 70 stands ondergebracht in het Flamboyant Park. Op de beurs kunnen bezoekers terecht voor informatie over wonen, bouwen, de aankoop van huizen en percelen, onderhoud, het verzekeren van bezittingen en het inrichten van woningen. Bezoekers kunnen ook een shihatsu-massage krijgen van blinden en slechtzienden. De opbrengsten hiervan zijn bestemd voor de renovatie van het gebouw van de blinden en slechtzienden. Ondervoorzitter van het parlement, Melvin Bouva, opende de beurs en overhandigde symbolisch een steen aan de stichting Blinden en Slechtzienden als ondersteuning voor het project. Bouva beloofde dat hij ervoor zal zorgen dat binnen korte tijd de wetten woningbouwfonds, wooncoöperaties en appartementsrecht zullen worden behandeld en aangenomen in het parlement. Ook in de Nationale Assemblée, moet ik zeggen, hebben we in 2012 ons intensief bezig gehouden met het huisvestingsvraagstuk door de behandeling en de goedkeuring van het huisvestingsplan 2012. En ik moet u zeggen, we hebben daar nog wat uitdagingen, voorzitter, waar we u en alle mensen in deze sector zullen ondersteunen. Door op basis van het huisvestingsplan door te gaan met het behandelen en goedkeuren van de wet op het woningbouwfonds. Want we kunnen geen huizen bouwen zonder een goede financiering. En met de woningbouwfonds zullen we het voor u, voor de mensen die het nodig hebben, mogelijk maken om vanuit het fonds op een voordeligere manier te komen aan de financiering van een huis. Maar ook op de wet op woningbouwcoöperaties. En het appartementsrecht, dat is ook iets waar we jarenlang over hebben gesproken. Ik wil u van deze plaats uit, vanuit mijn verantwoordelijkheid als vicevoorzitter van DNA de toezegging doen dat we nu intensief praten om binnen afzienbare tijd verder te werken aan de behandeling en goedkeuring van deze wetten. Vanaf de eerste editie van de Bouw- en Woningbeurs kent Stichting Welzorg enkele uitdagingen. Zo vielen er deelnemers af, maar er melden zich ook nieuwe spelers aan. Een uitdaging voor de toekomst is een eigen locatie, zegt Gangaram Pandey. Onze grootste obstakel in principe is dat we geen eigen locatie hebben om die beurs te doen. Er zijn locaties te huur in Suriname waar je het kan doen. Alleen moet je dan dus ook, ze hebben ook hun regels en dan moet je dus daaraan gaan houden. En deze beurs is een aparte beurs. Er wordt zoveel gedaan op deze beurs. Het lijkt op een bouwput het moment dat ze bezig zijn hun stands op te zetten. Omdat ze zoveel mogelijk het reële willen laten zien aan de gemeenschap. Wat ze in de praktijk ook doen. Dus ik zou even moeten kijken met wat de heer Bouva zegt. Om te kijken of we dus samen aan een betere locatie kunnen komen. Zodat we veel meer mensen kunnen accommoderen. Veel bedrijven kunnen accommoderen. Dus dat is een van de wensen. En natuurlijk dat zij ook de ondernemers ondersteunen. Zodat zij... dat de drempel ook lager wordt voor hun om deel te nemen aan de Bouw- en Woonbeurs. Viraj Gangaram Pandey, gisteren bij de opening van de 7e editie van de Bouw- en Woonbeurs. Hij streeft naar een opkomst van 15.000 bezoekers voor dit jaar. De beurs is tot en met woensdag 9 augustus toegankelijk voor het publiek.